Een hele goede morgen. Het is weer zaterdag en het is koud. Ja. Ik ben nog een beetje ziekies. Ik ben afgelopen week goed ziek geweest. 40, 41 graden kort. Dus ik zit echt nog een beetje zo van... Dus, aangekleed. Gaat de wollen sokkentrui aan. Spijkerbroek, dikke sokken. Mijn planning? Nee. Het wordt echt weer een vlog. Maar goed, jullie kennen me. Dus, Nieuws gaat dadelijk voetballen, geloof ik. Haar eigen wedstrijd is afgelast. Dus dan gaat ze weer met een ander meedoen. Ook goed, prima, doei, dag. En ik ga even mijn dingetjes doen en blogposts vooruit werken. Ik weet niet waar ik de inspiratie en de energie vandaan haal. Maar ik heb tot de 18e blogpost klaarstaan voor de site. Nou ja. Misschien ga ik er een keer wat van maken. Doe er eens wat net als mee met je site, denk ik dan, toch? Dus, maar goed, medicijnen innemen en go! Het is zoveel tijd deze. Zijn we bijna klaar met alles. Bas is heel even gouden hoofdvliet in. En dan gaan we naar huis. Het is kwart over 11. Ik ben er klaar mee. Ja. Ik krijg een boodschap misschien. We eten lekker nonchalant broodje bal vanavond. Ik vind het gescheet allemaal. Dus. Oh ja. En ik heb verf van mijn haar gehaald. En een paar make-up spulletjes hier bij de trekpleister. Dus kunnen we smeren. En we zijn bij Home Sweet Home. Broodje zit in de oven. Ik kan ras even eten. Haar verf. Donkerbruin. Wordt weer zwart. Maar goed. Even wat eten. En daarna moet ik aan het werk. Want ik moet even wat voor de zaak doen. Dus op zaterdag werken. Top. En ja, ze is er nog. De chickie. Lekker. Oh. Nee. Oh, sorry. Ik wou het opruimen. Heb jij misschien dadelijk voor mij 270? Nee, want ik heb geen los geld in mijn tas. Want? Oh nee, want Fabienne je net vroeg aan mij of ik met haar mocht zwemmen vandaag. Zo zou mijn tas even omspitten, ja? Eet smakelijk! En dan ben je ineens home alone. Gewoon niet eens aan het voetbal. En was die besloten ineens te gaan zwemmen met een vriendinnetje. Prima, doei. Wat een licht. Het regent, hagelt. Wil je even zien? Gewoon shit weer. Echt shit weer. Maar goed. Ik ga even lekker mijn dingetjes doen. Een beetje opruimen hier. Ronald al gestofzuigd. Maar ja, ik weet niet hoe hij stofzuigt. Het is een issue. Ik doe het altijd zelf beter. En daarna ga ik beginnen aan mijn ballen gehakt te draaien. Want, zoals gewoonlijk, is dat weer 1,5 kilo gehakt. Maar goed, het is in ieder geval betere frituur, toch? Dus, even een paar mandarijnen in de ijskast. Ik vind fruit altijd lekkerder als het koud is, in jullie. Vind ik persoonlijk dan maar. Dus, ik heb niet eens geluncht. Ah, geen vis. Ah. Hij is wel vol met vis, maar ik heb niet zo'n trek. Nee. Dat gaan we optimaal maken. Ik heb trouwens een logje over. Aankomende week. Ja, dus. Dat ga ik even doen. Bij nader inzien, in plaats van optimaal, kwam ik deze tegen. Dus die ga ik lekker maken. IJskoffie. Had ik van de week gehaald. Lekker. Ik heb make-up op, zie je het? Mijn dochter kwam met dit aan. Ik
Ik gebruik die troep niet. Ik heb mijn bronzer, mijn highlighter, mijn mascara en mijn eyeliner. Ja, mijn wenkbrauwpotlood. Maar verder niet. Ik mocht geen poedertjes en cremmetjes en dat soort bullshit. Maar ik ga steeds meer gebruiken. Waarom? Omdat ik het leuk vind. Omdat ik een hele kast vol heb. Dus ik moet maar een keer gaan gebruiken, toch? Dus, gebruiken jullie veel make-up? Ook een leuk vraagje. Let me know. Oké, ik ga mijn ijskoffie maken, ja. En ik heb lekker vooruit gewerkt. Tot aan de 19e. Klaar. Tijd voor een kopje thee. Op trek in. En we zitten maar even achter de computer te hangen. Een rondje teksten me net van dat ze hebben verloren. Ze speelde met een ander team meniootje. Ze had wel een wijs last van de been, dat is wel weer kut. Ze is een beetje geblesseerd. Maar ja, toch stond daar gewijs en door blijven gaan. Maar die vreemde eigenschap heb je niet van de vreemde. Dus. Ballen gehakt zijn klaar, dus ik kan eten dadelijk. Ik zit me eigenlijk te vervelen. Ik denk dat ik maar even mijn keukentje ga dweilen. Op mijn knieën, weer. Ik dwel tegenwoordig de vloer met een doekje. Gewoon geen zin om die hele stoomreiniger te pakken. Luiheid? Nee, ik heb schoon huis als belangrijkste. Dus, hé, maar er werd mij gevraagd om Project A te updaten. Ik wil een update doen en dat ga ik wel doen in deze dagen. Maar ik ben niet zo van een update meer op Project A. Want als ik iets geüpdate heb en ik vertel hoe het gaat, gaat het daarna radicaal fout. Dus daar ben ik een beetje voorzichtig mee. Ik kan wel vertellen, het gaat redelijk goed. Ja, het gewicht blijft gewoon kut. En het brakende diarree ook. Maar gewoon mijn leeftje op kunnen pakken. Weet je wel, dat gaat gewoon. En ja, de rest is bijzaak. Dus je kan het zien, ik leef mijn leventje nu als Rachel van vroeger. Maar dan met een paar issues erbij. Maar niet meer met hevige crashes of wat dan ook. Maar goed, dat ga ik uitgebreid in een mini-vlogje weer uitleggen. Project A. Dus... En ik ben een beetje moe, maar ja, dat komt denk ik omdat ik gewoon nog steeds ziek ben. Ik heb nog steeds 39 koorts. Nou, dat kut zo, hè? Oh. Maar, lekker makkie aan, lekker thuis, kacheltje aan. Helemaal top. Dus, ja, ik ga het even beknieën. Ik verdwijlen en dan wachten tot mijn hubby thuis komt. Ik ben echt een runt, hè. Ik kom er gewoon net achter dat ik gewoon nog geen lunch heb gehad. Hoe stom ben je? Je ontbijt is belangrijk, je lunch is belangrijk, je avondeten is niet zo belangrijk. Maar... Volgens mij ben ik even mijn eigen kwijt. Weet je dat ook wel eens, dat je iets overslaat of zo, of iets vergeet, of dus te druk bent om te eten? Mij gebeurt dat eigenlijk nooit, want ik vreet eigenlijk de hele dag door. En je weet, als ik geen sushi heb gehad, word ik agressief, vis. Zoals dat heb ik niet gehad. Wat een kut, joh. Goed. Dadelijk broodje bel. Het is toch nog wel lekker weer geworden. En dus lachen hoor ik bij vrienden op Facebook. Ja, het sneeuwt hier en koud en nat. Joh, hier schijnt de zon, ik weet het niet. Zijn wielen stilgevallen? Hier gelukkig niet zoveel. Ik heb zo'n peul zeker aan sneeuw, hè. Maar dat heb ik al vorig vlogje uitgelegd. Als het sneeuwt en vriest, hebben wij een probleem, want er zit mijn vent thuis. Kijk, dan is dat niet zo erg. Nou ja, na een dag word je hem ook zat. Oh. Maar ja, geen werk, geen geld. Dat is het leven van een ZZP'er. Maar ja, gelukkig het zal volgende week min 5 worden. Maar dat is nu alweer teruggekrabbeld naar min 1. Thank God.
Want als het hoger als min 5 is, mogen ze sowieso ook niet metselen. Dus. Maar goed, ik ga mijn uitjes snijden, want het is nu, hoe laat? 4:30. Ik moet toch echt gaan eten zo, want anders hoef ik niet eens een updated project aan te geven, want dan kruip ik vannacht weer. Dus ik ga het even de keuken een beetje uithangen. Zo, het is 7:15. Ik ga de vlog maar afsluiten. Niet veel gevlogd vandaag. Nee, niet veel. Niet veel gedaan eigenlijk. Maar het komt omdat ineens iedereen voetsie was. Dus ik ga het even een beetje opruimen. Ik ben alles weer aan het schoonmaken. Ik krijg die tik 's avonds. Ga ik alles schoonmaken. Gaat nergens over. Voordat ik naar bed toe ga, moet alles pikjes veranderen. Ja. Dus. Ja, morgen gaan we helemaal geen reten doen eigenlijk. Nee. Misschien dat ik de vloggen op zondag maar verplaats naar door de week of zo. Wat vinden jullie? Zeg maar. Dat ik dan op woensdag vlog of zo. Nou, laat me maar weten wat jullie willen. Oké. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Als je wil abonneren, even klikken op mijn kopje. En ik zie jullie morgen. Doei.